Het is een bijzonder gebouw dat nog stamt uit het einde van de middeleeuwen. De Latijnse school in het centrum van Nijmegen. Een schoolfunctie heeft het Rijksmonument allang niet meer. Maar daar komt vanaf vandaag verandering in. Vanwege het 100-jarig bestaan van de Radboud Universiteit heeft de gemeente Nijmegen het pand tijdelijk cadeau gegeven. De universiteit mag er de komende anderhalf jaar gebruik van maken. De oude Latijnse school is nu tijdelijk geschonken aan de Radboud vanwege hun 100-jarig bestaan. Burgemeester Bruls vindt het een passend geschenk omdat de voorgaande universiteit nu dus is geschonken aan de moderne universiteit. Nou, het is een gebouw natuurlijk wat je met enige vindingrijkheid zou kunnen zeggen als de voorloper van wat nu een universiteit is. De Latijnse school is er al vanaf begin 14e eeuw in de eerste vorm. Het gebouw is van de gemeente en was ook beschikbaar. Ja, het is natuurlijk een unieke plek in het centrum van de stad om daarmee de Radboud nog meer te tonen aan Nijmegen en iedereen die hier langskomt. Dus er kwamen een paar dingen mooi samen op het goede moment bij de gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Omdat dit gebouw in bezit van de gemeente was, waren ze in de mogelijkheid deze tijdelijk te schenken aan het Radboud. De oude Latijnse school is niet voor altijd geschonken aan het Radboud, maar het wordt niet uitgesloten dat het in de toekomst wel zal gebeuren. Nou kijk, de gemeente is wel goed, maar niet zo goedgeefs als de Sint is. Wie weet wat de toekomst gaat brengen. Het gebouw is van de gemeente, daardoor hadden we de mogelijkheid om überhaupt er iets mee te doen. En de combinatie met de universiteit is wel een hele, heel erg mooie. Wie weet wat de toekomst zal brengen. We gaan dit nou voorlopig voor zo'n anderhalf jaar doen. Het moet natuurlijk zich ook nog bewijzen van hoe ze toeloopt. Gaan mensen uit de stad en andere groepen hier ook massaal de verbinding aan met de universiteit. We gaan het zien, ik hoop het wel. Het is een unieke kans. Daniel Wigboldus, voorzitter van het college van bestuur van het Radboud, is erg enthousiast over deze gift vanuit de gemeente. Hij kijkt ernaar uit om de universiteit dichter bij de stad te brengen. Ja, het is een prachtig cadeau natuurlijk om hier gebruik van te kunnen maken samen met de gemeente, samen met culturele instellingen om hier echt de universiteit naar de stad te brengen en de stad naar de universiteit. In de Latijnse school wordt nu door het Radboud en andere betrokkenen de wetenschap over verschillende onderwerpen tentoongesteld. Ja, we gaan hier dus samen met andere partners, wordt er van alles georganiseerd om wetenschap en onderwijs dicht bij alle mensen te brengen. Voor nu houden ze zich bezig met de tentoonstellingen die in de Latijnse school te zien zijn en denken ze nog niet aan het uitbreiden of verlaten van het gebouw. Ja, we zijn natuurlijk hartstikke blij dat we hier nu gebruik van kunnen maken en wie weet wat de toekomst nog brengt.